Yo, dap gasten en welkom bij deze nieuwe Oldschool Zaterdag. Terwijl hier mijn licht is. Kijk, als ik het licht niet aan zou hebben, zou je me niet zien. Dus ik heb het licht erbij gepakt. In ieder geval, ik ga vandaag een video met jullie bespreken. Die is heel oud, namelijk uit 2009. Het is een video waarbij ik aan het opnemen was bij de EO Jongerendag. Daar had ik een exclusief interview met de David Crowder Band. Dat was voor mij toen de tijd nog een hele grote band. Nu weet ik niet eens meer wie het zijn. Maar dat maakt helemaal niet uit. Kijk lekker mee bij mij op de EO Jongerendag in 2009. Oké, welkom bij een nieuwe Op Pad. Ik sta hier bij de ingang van de EO Jongerendag. Het is hier eigenlijk helemaal niet leuk, maar het is niet alleen hier niet leuk. Hier bij een gitaarfinale op Easy is ook niet gezellig. Deze pop is ook niet gezellig. Dit blad is ook niet gezellig. Hier bij deze vuilnisbak is het wel gezellig. Daar in Rome is het waarschijnlijk ook gezellig. Zelfs bij deze paal is het niet gezellig. Hier in die opblaaskerkje is het ook niet gezellig. Zelfs hier bij dit stomme gele ding is het niet gezellig. Hier op de parkeerplaats is het wel gezellig. Maar hier achter mij op het plein is weer niet gezellig. Nou, het is dus duidelijk, het is hier niet gezellig. Maar we zijn hier voor een interview met David Crowder. Hopelijk is dat wel gezellig. Maar eerst even een kleine samenvatting. We zitten hier in een dressing room. Zometeen namelijk een backstage interview met David Crowder. Hij is bekend van christelijke muziek. Daarom zijn we ook op de EO Jongerendag vandaag. Maar ja, hij komt zo binnen en dan gaan we even interviewen. Have you guys ever done something embarrassing on stage or? What? I have my riser. I have fallen and almost puked on stage before. Oh, really? On a number of times. I fell off the back of the stage and took a full soundboard with me. I fell on the best part is it was during the prayer. Somebody was praying. Really? Yeah, real quiet, and then all of a sudden. He's 50% Canadian. All right. Like I'm puking or something. What did you say? Basically like puking, right? Yeah. It wasn't that. Oh. I don't think we do that. Can you say Scheveningen? Scheveningen. But you do know Frans Bauer? Well, we just saw his picture. We don't know him. We just saw a picture. Could I teach you a guy's a song of his? Yeah. Well, the first line is, heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij. Ja, en then it goes like this. Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij. Can you guys try it? In Spanish, baño. Yeah, bathroom TV. That will be. Het was een interview van ons en David Crowder. Het was een lachinterview.